On the knees, hey, on the knees, on the knees. Shoulders through, yeah, shoulders back. Not this way, it's not a TP on the toilet, hey. Guys, now we will make a small corner, like small with the tires, and we play feet like a feet. Put them on top of the goal. Alle pucks moeten zo snel mogelijk op de top van de goal. When it is not, when it's not, we will throw out all the pucks and we will learn again to do the same thing. Yeah? Ja? Ready? Hey! Deze blijven! Deze blijven! Mijn naam is Roger Gielen, ik ben 55 jaar, getrouwd met Mali en inderdaad eigenaar van een vijftal eigen snackpoints en formule eigenaar van een 93-tal snackpoints in Nederland. Nou, wat Snackpoint doet is de traditionele frituur een plus geven. Kijk, de frituur die verandert heel weinig. Frikandel blijft een frikandel en kroket blijft een kroket. Wat wij doen is, we voegen echt iets toe. We voegen iets toe waar mensen van zeggen van oké, ik kan er terecht voor vis, ik kan er terecht voor iets voor de kinderen, ik kan er terecht voor een lekker broodje. Dus we zijn veel uitgebreider en we proberen dat veel dieper neer te zetten met uitgebreidere producten.
Even terug naar de ijshockeyclub, de Eaters. Wat zorgt dat iemand hoofdsponsor wordt in een moeilijke tijd als deze? Weet je, op het moment dat je als cafetaria, als frituren, midden in de gemeenschap staat, dat betekent ook dat je weet wat er leeft in de gemeenschap. Overal wordt het allemaal minder. Door corona staan heel veel dingen onder druk. Vervolgens heb je mensen die daar echt door geraakt worden. Gezinnen die problemen hebben met het sporten van de kinderen, want ja, het is maandenlang is het niet gebeurd. Vervolgens hoor je deze verhalen in onze bedrijven. En vervolgens denk je van ja, weet je, misschien moet je er eens over nadenken of je niet terug kunt stappen in die gemeenschap. Misschien moet je er eens over nadenken of je daar niet een breder deelgenoot van kunt zijn. Nou, dat hebben we gedaan. En toen kwam eerst kwam Fortuna Sittard op ons pad. Daar zijn we een aantal jaren geleden ingestapt. En daarna is het ijshockey op ons pad gekomen. En toen het ijshockey op ons pad kwam, toen kwam de tennisvereniging en toen kwam de voetbalclub. En weet je, we hebben altijd een luisterend oor voor mensen die uit de gemeenschap een vraag stellen. Nou, de gemeenschap gunt ons een goede boterham, waarom zouden we niks terug doen? Ik wil zeggen dat al die andere clubs die je net hebt genoemd, dat je die ook allemaal gaat sponsoren? Nou, we zijn al jaren betrokken bij een plaatselijke voetbalclub. Met een reclamebord langs het veld, met een leuke actie als ze zelf iets te vieren hebben of whatever. We denken in ieder geval altijd mee. Maar in een hoofdsponsorschap, zelfs nu bij de Eaters, ja, dat was ook voor ons heel nieuw. Nou, we hebben daar goed over nagedacht en we hebben gezegd van nou, dit moeten we instappen. Dus waar, in een tijd van corona. Waar een uitzicht dat hoofdsponsorschap? Wat moet ik daarvoor voorstellen? Ja, waar uitzicht dat? We hebben op een gegeven moment gezegd van laten we eens breder nadenken. Zo'n club alleen sponsoren met financiële middelen, waarom? Wij hebben natuurlijk veel meer in huis waar we over na kunnen denken. We werken ook samen met een hele hoop partners. En waarom zouden we die partners waar wij mee samenwerken, waarom zouden we die niet bij de club betrekken? Nou, en dat is het netwerken. En daar komen hele leuke initiatieven op dit moment al uit voor. Zoals, als jij een bedrijf waar je zelf zaken mee doet, erbij betrekt. En je zegt op een gegeven moment van nou, neem nou eens contact op met deze en deze meneer. Ja, dan, kijk, het is lastig om nu een naam te noemen, maar er zijn nu initiatieven ontplooid waar mensen echt samen alles een uurtje aan de tafel gaan zitten. En ja, bij 100 mensen aan de tafel komen 40 goede initiatieven. Kunnen. Wat zou je willen zeggen wat ik je ook niet heb gevraagd? Deel de liefde voor het clubgevoel weer. Of dat nou van de plaatselijke handbalvereniging is of van de tennisclub. Mijn bod van de kaartclub of van de beerclub. Weet je, mensen zijn allemaal op een eiland gaan zitten de afgelopen jaren. Er zijn te weinig vrijwilligers die nog iets willen doen. En waarom? Ja, laten we eerlijk zijn. Het zijn altijd dezelfde mensen die de karren moeten trekken. En als die het niet doen, ja, dan sterft een behoorlijk gedeelte van de gemeenschap zoals we ze vroeger konden, sterft uit. Daarom is het goed om een stukje initiatief te blijven ontplooien en gewoon mee te doen. Al is het maar gewoon, kom eens kijken. Koop eens een kaartje. Leuk toch? Wil ik jullie danken voor dit gesprek. Dank u wel.